Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we witte wolken plukken boven het zuiden van het land. En dat zijn een aantal regen- en onweersbuien die vanuit België het land zijn ingetrokken. Vanochtend gaan die buien geleidelijk aan wel uitdoven. Aan het einde van de ochtend en vanmiddag hebben we dan een afwisseling van wolken en zon. En dan wordt het weer tropisch warm met 29 graden in de kustgebieden tot 33 of 34 graden diep land inwaarts. Er ontstaan ook stapelwolken en aan het einde van de middag en vanavond zou er lokaal een warmteonweer kunnen vallen. Sowieso in de avond zijn er daarnaast ook wel flinke opklaringen en het blijft lange tijd nog zomerswarm bij weinig wind. Ja, en dan morgen wordt het nog weer een tandje warmer, zo'n 32 tot 36 graden, maar liefst bij een matige wind uit het oosten tot noordoosten. Er ontstaan flinke stapelwolken en heel lokaal kan weer een warmteomweer tot ontwikkeling komen. Op vrijdag de heetste dag van de week, 32 tot 35, lokaal tegen de 38 graden bij een oostelijke wind. Op zaterdag een aantal regen- en onweersbuien en duidelijk al wat lagere temperaturen. Op zondag weer droog en dan 25 tot 28 graden. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.